En we staan hier bij de Kasteellaan in de Kersenbogert. Ja, omdat er hier al heel lang sprake is van de problematiek met parkeren. Van forensen die naar het station gaan. En hun auto hier neerzetten en ja, overlast veroorzaken voor de buurtbewoners. Wat voor soort overlast hebben we het over? Dat er hier veel te veel auto's staan. S'morgens zet iedereen zijn auto hier neer en de buurtbewoners kunnen dan zelf s'middag hun auto niet meer kwijt, want het staat allemaal vol. Maar bovendien is het ook zo dat forensen hier in deze 30 kilometer zone ook soms te hard rijden om de trein te kunnen halen. Ja, die trein die wacht niet, dus dan zoek je een plekje en dan ga je harder rijden. Het is een 30 kilometer zone, er zitten aan de Spaarneweg hier verderop zitten twee basisscholen. Ja, rond een uur of 7:15 zie je dus ook veel kinderen hier langs gaan. Ja, dat levert ook niet altijd even vrolijke situaties op, zou ik maar zeggen. Ik heb in ieder geval een aantal weken geleden gesproken met afdeling verkeer om dit probleem aan de orde te brengen. Nou, daar zijn ze bekend met dit probleem in het stadhuis. Ja, uiteindelijk hebben we als VVD artikel 43 vragen gesteld, zo heet dat. Dat zijn formele vragen die je als raadslid kan stellen aan het college van burgemeester en wethouders. En daar krijgen we over een week of zes ook formeel antwoord op. Ja, en dan zullen we zien of het college oplossingen ziet en welke. Nou, het valt me op dat ik inderdaad niet kan parkeren, dus dat ik maar even snel hier langs de stoep ga staan. Nee, het zou mooi wezen als er een parkeerhaventje is waar je in ieder geval mensen kunt ophalen. Maar hier staat het inderdaad altijd vol. Dus ik kan me voorstellen dat bewoners zelf geen plek hebben om een auto kwijt te kunnen. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Tenminste, ik kom maar een enkele keer en je bent weg gelijk weer. Je zet iemand af en je gaat weg. Dus ik neem aan dat het wel meevalt. Het mooiste zou zijn als iedereen op de fiets zou gaan. En ja, je kan je fiets hier neerzetten, maar die is bijna, nou ja, 3 keer per jaar wordt die gestolen. Dus dat, als je iets duurdere fiets hebt, wil je die hier ook niet achterlaten. Het staat vol en als je op het PNR-terrein kijkt, dan zie je dat het leeg is straks. PNR is op zich niet te ver, vindt u? Nou, het is niet heel praktisch, maar het is een paar minuten lopen. Het kan wel. Maar mensen komen altijd op het laatste moment, net zoals ik nu. Dan laat ik me afzetten. Fraai is dat. Ja, lui. Ja, gemakzucht. Dat is het. Nou, we zijn hier op het PNR-terrein dat speciaal is aangelegd voor de forensen die hier op de trein stappen. Nou ja, zoals u ziet, het staat grotendeels leeg. Men denkt dat het wat dichterbij is om de auto op de Kasteellaan te parkeren. Maar als je van hier kijkt naar het station, nou, het is 100 meter. Het is echt geen afstand. Maar heel veel mensen weten niet, ook mensen die hier wonen, die hier in de buurt wonen, die weten niet dat dit terrein hier is. Langs maar zeker verloedert natuurlijk ook de straat. Want ja, iedereen zet hem neer. Die doet het, dan doe ik het ook maar. En ik ben een beetje bang dat voor je het weet, heb je echt overal auto's staan. Wat één, niet prettig is. En twee, die auto's die wij hebben niet meer kunnen worden geparkeerd. En drie, misschien het meest belangrijke, ja, de veiligheid van de bewoners en de fietsers en de kinderen die daar lopen, die is ernstig in geding, want je ziet niks meer. Dus deze borden die staan uitstekend. Dus als je eenmaal de weg hebt gevonden, dan wordt het laatste stukje prima aangegeven. Nou is nog even de bedoeling dat ze het begin ook goed vinden. We hebben twee probleempjes hier. Eén, hij staat na de ingang. Dus de mensen die het niet weten, die zijn er al wel voorbij. Maar misschien nog veel belangrijker. In de winter, hij is niet verlicht. Hè? Dus in de winter valt hij niet echt op. Want ja, het is donker als mensen 's ochtends hier naartoe gaan. En in de zomer heb je natuurlijk wel goed zicht. Maar ja, je ziet allemaal bomen. Met name als je aankomt rijden. Dus voordat je het bord ziet door de bladeren van de bomen, ben je er ook alweer voorbij. Nogmaals, en daarbij komt nog. Mensen slaan hierin. Hun focus is niet gericht op het bord. Dus de bedoeling is dat ze het bord zien voordat ze een beslissing nemen om links of rechts af te gaan. En dat is nu duidelijk niet het geval. Misschien aan de andere kant van de weg en eerder ook aangeven dat hier dat PNR-terrein is. En een lampje erin. Dat zou nog mooier zijn als dat zou kunnen. Hoe meer het opvalt, hoe beter. En wellicht zou je ook nog kunnen denken aan het begin van de Kasteellaan daar verderop. Om daar ook nog een verwijzing te zetten van joh, het PNR-terrein is die kant op en niet hier.